Jesse en ik spelen vandaag voor de allereerste keer Egg Wars. Jesse en ik zijn samen een team en wij moeten proberen zoveel mogelijk eieren kapot te maken. Die is kapot. Oh nee, iemand probeert mijn ei te slopen. Like binnen 3 seconden om ervoor te zorgen dat diegene daar nu mee stopt. Oké, 3, 2, 1. Dankjewel, dat scheelde echt maar heel erg weinig. En zie je die lege plek daar achter mij op de muur? Daar moet nog een 100.000 abonnees playbutton komen te hangen. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Oké, Jesse, we zijn begonnen en we moeten zoveel mogelijk grondstoffen gaan verzamelen. En ik zie al dat de andere teams aan het bouwen zijn. Ik heb ook al heel veel bloks, Giel. Oh, ik heb het al wel eens eerder gespeeld, Jesse. Maar dit is echt voor jou de allereerste keer, hè? Ja, ik heb het nog nooit gespeeld, dus misschien ben ik een beetje moe. Ik heb armor voor je. Hier, hoppa. Hoppa, ik heb het gewoon bij jou gekocht. Maar heb je geen rode? Nee, we zijn team blauw vandaag, Jesse, helaas. Nou, we kunnen niet kiezen welk team we zijn, anders waren we wel team paars geweest. Ik heb heel veel iron, dus wat moet ik ermee doen? Wat moet ik kopen? Weet je wat jij doet, Jesse? Ja. Jij gaat blokken kopen en hier zo achter, daar staat het ei en dit ei moeten we goed beschermen. Dus jij mag dit hele ei in gaan bouwen op deze manier. Oh, die moet ik gewoon gaan beschermen. Okay. Ja, jij mag dit ei gaan bewaken met je leven, oké? Okay? En dan kunnen ook andere teams, die kunnen het slopen. En dadelijk als we betere grondstoffen krijgen, dan kunnen we zelfs nog obsidian eromheen bouwen. En dat is natuurlijk heel erg lastig. Ik doe nu gewoon heel veel klei of zo eromheen. Hè? Ja, dat is een goed idee. Ja. Ik heb een stone sword hier zo ook nog. Weet je wat, Jesse? Ik denk dat ik gewoon alvast naar midden ga bouwen om diamonds te halen, want die hebben we Hoe moet ik mezelf beschermen? Hoe kan ik een zwaard kopen met iron? Hier, kijk. Kom eens naar de villager. Als je hier op klikt, dan kun je dus zeg maar wapens en dan kun je kijken hoe duur alles is. Ik heb ook een stenen zwaard. Heel erg makkelijk. Oké, goed zo. Dus Jesse, als er nou iemand naar ons toe komt, dan bescherm jij ons, ja? Ja, dan moet ik het ei beschermen. Ik ga bouwen. Kun jij opletten of dat er iemand aan, naar me toe komt? Nee, er komt niemand naar je toe op dit moment, Giel. En als ik zo rechtdoor bouw, dan kom ik er toch? Ja, dit ga je wel redden. Komt helemaal goed. Oké. Ik moet gewoon 5 diamonds halen, want daarmee kan ik onze generator aanzetten. En dat gaat echt veel makkelijker worden als ik dat heb. Hoe kom ik aan goud, Giel? Ik wil nog meer goud. Dat staat in het huis ergens, maar ik ben even aan het stressen, want er zijn er nog meer mensen op dit eiland en ik wil niet dood. Moet ik je helpen, Giel? Moet ik naar je toe komen? Nee, wacht. Ik heb de diamonds. Okay. Ik kom meteen terug. Kom snel terug. Kun jij een pickaxe maken, Jesse? We moeten deze brug weghakken. Ja, ik ga een pickaxe maken. Oké, top. Hak dan die brug weg en dan ga ik ondertussen... You cannot open the shop! Ik heb een wapen in mijn hand. Helemaal stress. Ik zie alleen maar zwaarden, Giel. Ja, Jesse, we moeten het gewoon tools. Even... Ja. Tools. Begin maar gewoon aan die kant en dan hak hem maar weg. Kijk, Jesse is gewoon mijn slaafje vandaag, dames en heren. Ja, Jesse is voor 24 uur mijn slaafje. Ik heb dit nog nooit gedaan, is mijn allereerste putje ooit. Ik heb het al heel lang niet meer gedaan. Oh, dit gaat al heel erg goed, Jesse. Ja. We hebben 5 diamonds. Dat betekent dat de diamond generator aankan. Nou, niet zo snel, hoor. Ja, wel. We gaan het trouwens wel winnen. Hoppa, 5 diamonds. Hoppa. Deze kunnen we aanzetten. Hier hebben we iron voor nodig. Hoppa. Ik ben eventjes al onze generators aan het upgraden. Want het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk en zo snel mogelijk iron armor krijgen, Jesse. Ja, ik ben aan het bouwen bij het ei. Gewoon heel veel blokjes ben ik aan het neerzetten. Lekker bezig, Jesse. Dit wordt al een stuk moeilijker om te slopen nu. Ik heb nog heel veel iron, hè? Wat kan ik daarmee? Je kunt armor kopen en de armen upgraden. Ik kan geen bow kopen. Een bow. Ik wil een bow. Nee, een bow. Ja, maar die kun je wel kopen, denk ik. Oké. Ik heb de gold generator alvast geupgrade. Ik maak nog heel even snel een pickaxe zo. Hoppakee. Nog één. Ja, oké, dit is helemaal top. Oké, dan doe ik dit eventjes allemaal weg. Zo, hoppa. En dan ben ik denk ik klaar om te gaan, Jesse. Ik vind het wel een beetje spannend. Ja, ik ook. Ik ben het ei aan het beschermen, Giel. Let jij goed op dat er niemand op het... Ah, nee, ik val naar beneden. Nee. Giel, hoe kan je naar beneden vallen? Ja, ik weet het ook niet. Het blokje glitchte weg. Dit was zo ontzettend jammer. Zal ik het proberen? Ik ga het proberen, ja? Probeer jij. Oké. Dan moet jij mij beschermen. Ik ga meteen even wat blokken kopen. Even een simpel zwaardje als dat kan. Oké, er bouwt nog niemand naar ons toe. Dat is echt super. Maar ben jij nu al je spullen kwijt? Ja, ik ben al mijn spullen kwijt. Maar je kan wel respawnen. Maar als ons ei kapot is, dan kunnen we dus niet meer respawnen. Giel, ik heb niet genoeg blokken. Je moet naar me toe komen. Oké. Ik heb een stack. Ik kom hem naar je toe brengen, ja? Kom maar, dan ga ik ondertussen even wat zwaardjes maken, zodat we die mensen ook aan kunnen daar zo. Hier. Ik heb al een zwaard, Giel. Maar ik moet ook een zwaard hebben, Jesse. Maar we hebben meer goud nodig. Dan kunnen we een iron zwaard maken. Ja, dat is waar. Ik heb in ieder geval een hout of een stenen zwaard. Dat is genoeg voor nu, denk ik. Wacht. Ik een ijzeren zwaard. Ik heb een ijzeren zwaard! Lekker, Jesse, lekker. Oké, nu kunnen we zo 100% aan, denk ik, hoor. Oké, let's go. Ik ga er gewoon heen bouwen, niemand naast toe. Oké, goed zo. Volgens mij zijn er al mensen geweest of niet.
Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Oh, we zijn nog maar met één team over, Jesse. Echt? Wat is dit? Oh, we gaan dit winnen, Giel. Ja, sowieso. Maar alleen Giel is nog over, Jesse. We hoeven deze helemaal niet meer kapot te maken. Maar waar is Giel? Waar is het gele huis? Kun jij het gele huis zien? Is hier geen ei meer? Nee, hier is geen ei. Alleen nog maar team Giel is er. Maar, daar is team Giel. Daar, zie je het? Oh, ja, helemaal aan de verte, ja. Oké, laten we hier zo heen bouwen. Heb je misschien nog een paar blokjes voor mij? Ja, ik heb nog heel veel. Hier, alsjeblieft. Wil je een paar? Ja. Okay, hier heb je een paar blokjes voor mij, alsjeblieft. Hoppa, helemaal. Oh, jij hebt ze weer opgepakt. Ja. Let's go, kom. Oh, er is een gele op het midden. Op het midden is een gele, Jesse. We moeten hem pakken. Gele, die gaan we pakken met z'n tweeën. Hij rent weg. Hij is super slecht. Hij mag niet wegrennen. Nee, hij mag zeker niet wegrennen, Jesse. Oh, nee, hij rent naar zijn teamgroots toe. Giel, ik kan niet meer rennen. Ik word geslagen. Giel, ik heb helemaal geen eten. Ik kan niet rennen. Oh nee, ik ben dood gegaan. Ik ook dood, Giel. Jesse, lukt het. Heb ik er nou één? Heb je er één? Heb je er één? Lekker, Jesse. Ik heb iemand gekild. Ik kom zo snel mogelijk aan. Ik heb helemaal geen eten. Snel wat blokken. Snel een zwaardje. Giel, heb je eten voor mij? Nee, ik heb geen eten. Ik kan het wel meenemen. Hier, hoppa, ik neem steak mee. Wat kunnen we nog meer allemaal meenemen? Even kijken. Ik moet nog een zwaard hebben. Oké, dat is ook heel erg belangrijk. Ik heb een stenen zwaard, hè. Maar Giel, ik heb 12 goud. Dan kun je ook een ijzeren zwaard maken. Ja, let's go. Dat zou super chill zijn. Dan zijn we echt onverslaanbaar. Wacht, Jesse, anders kom even naar het eiland. Dan gaan we een surprise attack voorbereiden op onze tegenstanders. Wat spannend! Ja, ik moet even eten, dan kan ik weer rennen. Ik kom eraan en dan geef ik jou het goud en dan hebben we allebei een ijzeren zwaard. Even kijken, wat moet ik nou kopen? Hoeveel eten heb jij, Giel? Ik kan zelf ook al een ijzeren zwaard maken. Ja, let's go, hoppa. Wat kan ik met de andere goud kopen? Jesse, misschien kan je armor kopen voor jezelf. Super goede armor. Oh ja, ik heb het gekocht! Kijk, let's go. Oké, dadelijk zijn wij echt onverslaanbaar. We moeten gewoon zorgen dat wij het rijkste en het beste zijn en dan gaan we iedereen verslaan. Zullen we er gewoon alvast naartoe gaan? Surprise. Zullen we erheen gaan? Oké. Ja, ik heb super veel blokken, Jesse. Ik moet alleen nog even wat eten kopen. Ik moet nog even wat blokken kopen, denk ik. Oké, ik heb 12 van dit. Als ik trouwens een pijl en boog kan halen, zou echt... Oh nee, wacht. Die kostte 8 diamonds. Heb je... Maar we hebben toch diamonds? Oh nee, trouwens, dat klopt. Ik heb wel diamonds. Wacht, ik ga heel snel even terug, Jesse. Ze komen je aanvallen. Ze komen eraan. Jesse, kom snel. Ik kom eraan, ik kom je helpen. Zij doen gewoon een surprise attack op ons, Jesse. Nee, maar ze gaan naar omhoog goed bouwen. Kijk hoe hoog ze bouwen, Giel. Oké, Jesse, ik ga op het ijs staan. We moeten het ei beschermen. Ik ga omhoog bouwen. Ik ben op het dak. Okay. Oh nee. Ons ijs is kapot. Niet doodgaan, Jesse. Giel, deze moet dood. Eentje rent weg. Slaap dood. Als wij nou dood zijn, zijn we ook echt dood. Ik heb er één. Waar is die andere? Die is hierheen gerend. Die is volgens mij hierheen gegaan. Jesse, dit is zo spannend. Waar is niet naar beneden vallen, hierheen, Jesse. Dan zijn we echt helemaal dood. Ik weet dat hij nog maar één hartje had, Giel. Ik weet niet waar die is, Jesse. Zullen wij nu gewoon naar Giel toe rennen? Zo weak. Ja, wacht. Ik moet eventjes wat een pickaxe maken. Want anders hebben zij dadelijk ook een ei ingebouwd. Ik heb even een goede pickaxe gekocht. Ik kom meteen achter jou aan, Jesse. Bouw nu omhoog, Jesse. Bouw omhoog. Dan kunnen ze niet pakken. Ja, nu. Ze komen er al aan, Jesse. Ze komen eraan. Als je dood bent, ben je ook echt dood. Nee, Jesse. Wat doe je nou? Jij kan nu spectaten, oké? Ja, dus jij moet mij in de gaten houden of dat ze in de buurt zijn of wat dan ook. Ja, is goed. Oké. Ik bouw heel erg slow, want ik glitchen er net vanaf. En het laatste wat ik wil is naar beneden vallen op dit moment. Ze zijn de hele ding aan het kopen, Giel. Oké. Eentje bouwt nu ook omhoog. Oké. Dat moeten we niet hebben, Jesse. Jij hoeft mij maar één keer te killen en ik ben er gewoon geweest. Bouwen ze naar me toe? Jawel, ze bouwen wel een beetje naar je toe. Ze zijn zo snel. Ze zijn zo snel. Dit is Giel, hij komt eraan. Kijk uit. Nee, kom op, Giel. Jij kan dit. Kom op, Giel. Pak team Giel. Nee. Helaas hebben we verloren, mensen. Maar vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker niet te liken en te abonneren. Want misschien ga ik dan nog wel een keertje Egg Wars met Jesse spelen. En klik ook even op een van de video's hier in beeld. Want dat zijn ook superleuke video's. En klik snel, want ze gaan weg in 3, 2, 1. Klikken!